Yo jongens, Thijs hier. Jullie hadden een leuke vraag gesteld, die ga ik nu even voor jullie beantwoorden. Dus komt ie. Wat vind je van Big Room? Ik vind Big Room niet zo, het is niet mijn favoriet stijl, omdat het iets te... Ik hou het toch meer van de meer underground genres, zoals Tech House, Deep House, een beetje techno. Maar het kan lekker zijn, maar als er ook een beetje een underground vibe in zit. Ik bedoel, Hardwell kan een hele goede Big Room maken, maar soms denk ik ook zo van ja, dat zit voor eentonige troep. Dus ik vind het wel verschillend. De ene keer vind ik leuk, de andere keer vind ik helemaal niks. Iemand anders vraagt of ik Thijs heet. Nee, ik heet Thijzer. Hoe lang draai je al? Ik draai ongeveer al 6 jaar en ik ben nou, 2-3 jaar bezig met muziekproductie. Waar haal jij inspiratie vandaan? Op het gebied van produceren hou ik mijn inspiratie vandaan door middel van gewoon veel naar andere tracks luisteren en kijken of bij produceren zelf wel er iets uitkomt. Waarom draag je altijd zonnebrillen? Ja, waarom niet? Vind ik gewoon mooi. Wie is Sam Movies? Sam Movies, ja, dat is een eigen vriend van mij. Die maakt allemaal aftermovies, et cetera. En die fixt altijd een camera content. Ja, die gast achter de camera, dat is Sam. Windows of Apple? Hoeveel Thijzer sticks ik heb? Ik had er vorige zomervakantie had ik 1000 besteld. En toevallig heb ik deze week weer 1000 besteld. Net iets ander ontwerp, maar ze zijn wel dik. Slechtste track die ik ooit heb gemaakt. Ik denk Advance of Electric Summer. Maar dat komt omdat de mastering van die track gewoon niks is. Melodie nummer zelf wel lekker, maar... Ja, dat klinkt gewoon niet. Ik zou niet kunnen draaien in mijn sets of zo. Waarom heet een luipaard terwijl het een snel katachtig beest is? Ja, ik heb geen idee. Ik ben een DJ. Sorry. Waar maak ik mijn muziek mee? Ik maak muziek op mijn laptop, in mijn studiootje. En het software die ik gebruik is FL Studio in Ableton. Voor de meer commerciële genres gebruik ik vaak FL Studio. Maar echt voor de underground techno en zo gebruik ik toch vaak Ableton. Omdat het gewoon ja, super fijn is met automation en zo. Waar voor genre om te draaien? Dan ga ik toch voor Tech House, omdat het zo'n lekkere vibe en groove heeft. En ja, het werkt op de dansvloer altijd. Zou je als je bekend wordt je school opgeven? Ik denk het wel, omdat ik niet in het schoolsysteem geloof tegenwoordig. Want ja, weet je, al heb je een prutopleiding, dan weet ik zeker dat je het gewoon komt. Wie zou ik een keer een hit willen scoren of gewoon een track willen maken? Ik ga dan toch voor Jude en Frank, omdat het gewoon een hele goede Tech House DJ's zijn uit Italië volgens mij. Die maken echt goede Tech House, dus ik dacht... Ja, dat lijkt me wel een hele vette collab. Ja. En laatste vraag, collab bro? Ja, tuurlijk man.